En Maarten van Rossum kreeg corona en weet zeker, zonder vaccin had ik het niet gered. Iemand zegt, mevrouw, ik wil een niet gevaccineerde intensivist voor mijn niet gevaccineerde doodzieke familielid. Ja. Dan ben je, gek. Dan gaan jullie toch ook hopelijk niet op in? Nee, nou ja, wij hebben ook niet, niet gevaccineerde artsen. Dus nee, daar gaan we ook niet op in. Maar het zijn natuurlijk wel moeilijke vragen. Nou, ik vind het niet gevaccineerde artsen ook vrij gek, eerlijk gezegd. Ja, het gebeurt. En dat vind ik soms lastig. Maarten, jij bent niet in het ziekenhuis geweest, met wel corona gehad. Hoe luister jij naar zo'n gesprek van deze twee verpleegkundigen? Nou ja, dit probleem bestaat natuurlijk al enige tijd. Ja. En dat we in feite gegijzeld worden door de niet-gevaccineerden. Ook zij vertelden weer dat de meerderheid die er ligt doodziek op de IC niet gevaccineerd zijn. En dat is volgens mij altijd al structureel zo geweest. En de vraag is, moet je die mensen die voorrang feitelijk geven? Want die mensen liggen daar dus zonder noodzaak in feite, alleen op een soort van ware ideologische gronden. Er liggen ook gevaccineerden, laten we het vaststellen. Ja, zeker, die liggen er ook. En tegelijkertijd, die niet gevaccineerden hadden er niet hoeven te liggen. En bezetten dus een bed wat eventueel gebruikt zou kunnen worden voor iemand met een hele ernstige kwaal die verder niks met corona te maken heeft. Dat is ook waar jij nog steeds moeite mee hebt, hè, Jean-Luc? Nou ja, ik heb daar zeker heel veel moeite mee. Wat ik wel moet zeggen is, ik probeer als ik de kans krijg met niet-gevaccineerden in gesprek te gaan. En ik heb vaak hele interessante gesprekken. Nou ja, je moet die mensen misschien niet uitsluiten. Je moet proberen, ik heb begrepen dat het ook vaak mensen zijn in wijken met veel mensen met een migratieachtergrond. Die in feite elke vorm van communicatie met de Nederlandse samenleving missen. Ik kan me voorstellen dat daar nog veel winst gemaakt kan worden. Ja. Maar er is ook een vrij brede groep die op puur ideologische gronden, zonder enige behoorlijke medische argumentatie, zich niet wenst te laten vaccineren omdat Bill Gates erachter zit. Of een of andere andere George Soros schijnt ook zwaar. George Soros, het kan van alles even en nog naar wat jou weten. Persoonlijk, Maarten. Want denk jij dat, want jij bent wel gevaccineerd, je had je booster nog niet gehad, hè? Nee, ik heb zelfs wel gedacht, als ik die booster wel op tijd had gehad, in plaats van dat dat natuurlijk in Nederland enorm vertraagd geraakt is, was ik misschien wel helemaal niet besmet geraakt. Wie zal het zeggen? Ja, dat weet ik niet. Hoe ziek was je nu? Nou, grieperig en vreselijk verkouden. Ja. Gedurende 3 dagen, ja, dat bekende griepgevoel dat je denkt dat je door een wals overreden bent. En na enige tijd knapt dat wel weer op. Want ik kan me nog herinneren dat je, voordat je je eerste vaccinatie hebt gehad, was je er echt wel angstig voor. He, je wilde echt wel graag die vaccinatie zo snel mogelijk hebben. Ja, wacht even, voordat jij nu ook de suggestie deed dat ik voorgedrongen ben. Nee, dat bedoelde ik echt niet. Nee, dat bedoelde ik echt niet. Maar meer dat je gewoon echt graag wilde hebben. Was je nu bang dat je zonder die booster alsnog heel ziek zou worden? Nee. Dat niet? Nee. Ik had al vrij snel in de gaten dat ik wel grieperig was. Sterker nog, ik voelde me al vrij belazerd, zonder dat ik wist dat ik besmet was. En toen pas kreeg ik bericht, het zou kunnen dat. Dus toen heb ik me laten testen en toen bleek ik inderdaad besmet te zijn. Ja. En denk je dat als je die vaccinaties niet had gehad, dat je het dan heel zwaar had gehad? Nou, tel uit je winst. Ik ben 78. Ik ben corpulent. En ik ben een man. Als ergens de doden vallen, dan is het daar. Ja. Want het is nog steeds zo dat de 80-plussers van de doden zijn 70% man, 30% vrouw. Heel interessante cijfercombinatie. Als je in Nederland naar de hongerwinter kijkt, 44, 45, zul je zien 70% van de doden is man, 30% is vrouw. Al in alle calamiteiten overleven vrouwen eigenlijk veel beter dan mannen. Dat is wel interessant. Ik ben geen vrouw, dus ja. Ik heb mijn kinderen natuurlijk direct even een berichtje gestuurd dat ik besmet was geraakt. En die hadden wel zo'n OJ-gevoel. Hè? Pa, met die stroopwafels, dat gaat fout. Ja, ik heb dat geen moment gedacht. Ik heb geen moment gedacht, het loopt uit de hand. Of het wordt alsmaar erger. Het was een vrij constant, grieperig gevoel. Anders kan ik het niet beschrijven. Ja. We moeten ook leren leven met de vergankelijkheid, met het feit dat mensen doodgaan. Dat in feite moet het eerst geaccepteerd worden als een structureel probleem. Als iets wat normaal tot het complex van de gezondheidszorg hoort. Nu zien we COVID altijd als een ongeluk, een incident. Het gaat vanzelf weer over. Maar we moeten nu ondertussen natuurlijk wel beseffen dat het helemaal niet overgaat. Nee. Het zal structureel blijven, al was het waarom dat we ons uit alle onderdelen van de planeet varianten aanwaaien. Niet waar die steeds weer opnieuw afwijkende problemen veroorzaken.
Dus wat de overheid ook moet doen, is natuurlijk ook stoppen met dat stop-go-systeem. Van eerst lockdown gaan denk, lockdown. Precies, ja. Van lockdown naar lockdown. Of er wordt vol gas gegeven, of ze staan volop op de rem. Je moet je misschien ook accepteren. Hoeveel mensen gaan er per jaar, oude mensen, aan griep dood? Dat zijn er toch ook een paar duizend? Een paar duizend, ja. En met een flinke griepepidemie zijn dat er meer. Maar kijk, in dit opzicht staan we ook op een kruispunt wat de vaccins betreft. Want we hebben nu een variant, die Omicron, die dermate anders is als de vorige varianten, dat we nu eigenlijk gaan zien hoe goed die vaccins nou tegen allerlei diverse varianten werken. Ja. En dat is echt heel spannend. Nog, eventueel met zo'n boosterprik erbij. Ja, met zo'n boosterprik erbij. Want die boosters die kun je in principe aanpassen. Want die vaccins worden geconstrueerd, ja, op basis van een bepaald verwachtingspatroon ten aanzien van het gedrag van het virus. Ja. Want die worden nu ook alweer aangepast aan de varianten die we nu al tot nu toe, ja, hebben gehad. Maar die aanpassing die zit nu nog niet in de booster. En nou ja, ik heb zelf het idee dat die vaccins die we hebben gehad, inclusief de booster, toch redelijk goed gaat beschermen tegen ziekenhuisopname. Maar dat gaan we nu zien. Ja. En dat is naar mijn idee ook een soort voorspelling voor de toekomst. Er komen steeds weer nieuwe varianten. Dat is onvermijdelijk. Zo zit de natuur in elkaar. En dit is voor mij een soort lakmoesproef. Hoe gaat dit werken? En als nou blijkt dat de vaccins die we hebben gehad echt onvoldoende werken, ja, dan moeten we echt de lange termijn strategie naar. Ik wil niet mezelf als voorbeeld geven, maar als een wrak als ik, hè, en een potentieel dooier als ik, dat die ergens met 3 dagen ongelukkige griepverschijnselen van afkomt, geeft toch aan dat die bescherming door die vaccins heel behoorlijk moet zijn. Die is ook heel behoorlijk, maar ik denk dat u geen Omicron heeft gehad. Nee, dat denk ik ook niet. Hoewel, je weet het me nooit. Dat was ook eerder, hè? Ja. Ja. Ja, veel mensen hebben er moeite mee om mensen echt op te leiden. En dan moeten we meer gaan doen. We moeten meer investeren in die opleiding. Dit is een structureel probleem. In Nederland zijn er tekorten in de zorg, gigantische tekorten. In Nederland zijn gigantische tekorten in het onderwijs. Ik begrijp ook in de koksbusiness tekorten. Dat heeft een structurele oorzaak. Namelijk systematische structurele onderbetaling van die groepen. En je zult die groepen dus qua status van beroep zul je ze op moeten krikken. Want dat is misschien nog wel belangrijker dan het inkomen wat ze hebben. Het inkomenspositie dient verbeterd te worden. Je moet je realiseren dat zeg maar, de zorgsector in de breedste zin van het woord eigenlijk steeds tekort is gekomen in de afgelopen 20 jaar. Ook als gevolg van het gevoerde overheidsbeleid. Ja. Het is heel opvallend dat onze regering, onze demissionaire regering, op geen enkel moment bereid was om de zorgsalarissen te verhogen. Dat was toch vrij opvallend. Ja. We kunnen niet zo door blijven gaan met lockdown en lockdown en lockdown. En afschalen en afschalen en afschalen. En eindeloos maar weer. Nou, we kunnen best eindeloos boosteren. Dat doen we natuurlijk met. Aan welke condities dan een nieuw systeem zou moeten voldoen? Ja. En daar kun je wel iets bij bedenken. Ten eerste heb ik altijd begrepen dat in Nederland eigenlijk altijd op de IC-capaciteit gestuurd is, terwijl dat niet de verstandigste beleid is. Dat je veel beter op besmettingen kunt sturen. Want dan heb je net iets meer waarschuwingstijd in principe. Maar als je op besmetting wilt sturen, dat betekent dat je een zeer omvangrijke testfaciliteiten moet hebben. Zoals bijvoorbeeld in Denemarken, heb ik begrepen, wel aanwezig zijn. Of de riool. Dus daar moet je dus nu aan gaan bouwen. En dan zou je misschien een tweede systeem ernaast kunnen ontwerpen. Dat de GGD de capaciteit heeft om in feite de hele bevolking in principe elk half jaar een boosterprik te geven. Want dan kom je van dat lockdown gedoe af. He, dat ook voor u, met die eterij, is het wel fijn. Je wordt er moe van. Dat er af en toe iemand opkomt. We moeten weer een beetje van overleven naar leven. Maar jou eens aanspreken als historicus. Wat daarmee aanschetst. Die vrijheden die we ons in de afgelopen, zeg maar sinds de Tweede Wereldoorlog verworven. We hebben meer en we hebben meer vrijheden dan ooit. Dat wordt nu beperkt. En daar reageren we. Laat ik maar zeggen, spastisch. Hoe kijk jij daar historisch naar? Historisch wil zien, waren natuurlijk onze vrijheden in de jaren 50 van een volkomen andere aard dan nu. Dat was een veel hiërarchischer, veel gecontroleerdere samenleving, waarbij de gezagsverhoudingen toch vrij scherp vast lagen. Iedereen zich daar overigens vanzelfsprekend in schikte. En dan komt de grote revolutie van de jaren 60. Die gerelateerd is natuurlijk aan hogere inkomens en een veel hoger opleidingsniveau. En dan krijg je dat beeld van, ja, ik ben een autonoom figuur en ik wens in mijn autonomie niet lastiggevallen te worden. Mijn indruk is dat dat bijsturen
wat jij bedoelde, dat wel al deels gaande is. Als je kijkt bijvoorbeeld naar ons het programma van de nieuwe regering, waar je afzien van het feit wat dat gerealiseerd wordt enzovoort. Maar kijk nou zelfs naar het programma van de VVD, waar plotseling de overheid weer terug is in het spel. Ja. Terwijl de VVD zich 20 jaar heeft ingespannen om die overheid zoveel mogelijk bank te laten lopen. Is nu ineens is de overheid weer terug. En mijn indruk is, dat is niet alleen in Nederland het geval. Dat is natuurlijk omdat dat die COVID je met de neus erop drukt. Ja, exact, dat je dat niet individueel kunt gaan opzitten lossen. Maar, de structuur is nog wel neoliberaal. Hè? De marktwerking is ingevoerd in de gezondheidszorg. In de huizenmarkt, in het onderwijs. Merk je continu die economisering. Maar ik denk dat dat teruggedraaid wordt. Je ziet het ook in het onderwijs. Het Nederlandse dus in ieder geval bewust wordt het Nederlandse onderwijs functioneert zo slecht. Ik wil heel even naar Sunil, want ik vind Sunil een heel mooi voorbeeld. Ja, sorry Maarten, nou doe ik het. Een van die duo-presentatoren is jou aan het onderbreken. Ik vind het heel mooi, want je kan zeggen van ik ga bij de pakken neerzitten. En niet de academische ziekenhuizen belast met COVID, want daar hoort het eigenlijk in principe niet thuis. Dan had een groot deel van die zorg toch nog kunnen doorgaan. Ja, dat was precies. Op dat moment natuurlijk volstrekt onverkoopbaar, omdat niemand wist wat het middellange termijn perspectief was, laat staan het lange termijn perspectief. Maar we zijn 2 jaar verder, hè? Nu is het ook onverkoopbaar. Interessant genoeg zit er toch in dit hele enorm sombere verhaal ook wel één lichtpuntje. En dat is natuurlijk dat we die vaccins toch relatief snel hadden ontwikkeld. Mm-hmm. Dat er aan die vaccins heel hard gewerkt wordt, feitelijk wereldwijd. En je ziet steeds dat daar ook duidelijke vorderingen worden gemaakt. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt dat je de hele zorg structureel anders moet organiseren. Overigens wil ik er toch, zeker vanuit mijn eigen positie, op wijzen. Wat jij bedoelt met dat het allemaal wat minder kan, dat merkt ieder mens als die bejaard wordt. Want dan gaat er altijd wel iets van die autonomie en van die achterlijke reislust die ons hè, want dat is gewoon een ziekte, dat reizen. Sorry hoor, je mag best aan de winter. Kun je dan verklaren waarom wij de enige land zijn in Europa dat er nog lockdown is dan? Nou ja, dat ligt in de feite omdat we 2 jaar verder zijn. Dat ligt aan de advisering en aan het feit, en dat kun je Hugo de Jonge niet verwijten, dat de Gezondheidsraad in september heeft gezegd dat die boosters, dat was niet zo urgent. Dat hoefde eigenlijk niet zo. En de Taart van Dissel zei dat ook op dat moment, want het zag er eigenlijk helemaal niet zo slecht uit. En dat bleek een volstrekt verkeerde keuze te zijn. Omdat ze, ik meen, in Israël al op 1 oktober zijn gaan boosteren. Ja. En nu al aan een tweede booster bezig waren. Daar zie ik zelf ook het perspectief op de langere termijn. Dat je dus een soort permanent boostersysteem hebt. Hè, waarbij je bovendien via aangepaste vaccins eventueel. We zullen misschien. Kijk, als die reislust blijvend gedempt wordt, dan sta ik te juichen bij de allemaal naar Texel, zou ik zeggen. dan krijgen we daar een uitmaak. Ik wil heel graag even een beetje de hoop en het positieve.